Koen, nog één keer kletsen over de etappe. Wat is je conclusie na de laatste sprint hier op de Champs-Élysées? Ja, dit was niet helemaal goed. Dit ging eigenlijk wel een beetje mis. Uiteindelijk kan ik John nog wel op een redelijk goede plek afzetten. Maar ja, we raken eigenlijk elkaar allemaal kwijt. Eigenlijk in die bocht waar die vent midden op de weg stond. Dat was een beetje... Ja, wat nekte dat? Een vreemde vogel die ineens met een bord of zo of met een raadpak aan op de straat stond? Ja, dat is natuurlijk sowieso niet goed. En dat stond ook redelijk in de weg. Maar ja, daar kan ik niet de schuld aan geven. Ik denk dat we gewoon niet goed genoeg opgelet hebben als ploeg. Nee, los daarvan, een vlakke sprint hier. Je weet hoe hard het kan gaan. Dat heb je de afgelopen jaren meegemaakt toen je wel dan in de lucht mocht gooien. Was het iets geweest voor Dinkop? Ja, we hadden eigenlijk wel gehoopt dat het iets zou zijn voor John. Vooral omdat hij denk ik beter de berg uit is gekomen dan veel andere sprinters. En ja, normaal is ook het sterke punt dat wij hem dan op de ideale plek af kunnen zetten. En, ja, juist dat ging vandaag niet goed. Maar we hadden eigenlijk wel goede hoop erop. Ja, dit is één hoofdstuk van een boek met 21 hoofdstukken. Hoe ziet het boek eruit voor jou? Ja, volgens mij is het heel goed gegaan met de ploeg. We hebben denk ik heel lang meegedaan, ook klassement, met veel ritten meegedaan, de sprints, maar ook bergritten. En natuurlijk een etappe gewonnen met Simon Geske, dus ik denk dat we heel tevreden mogen zijn. Het was geen perfecte tour, maar volgens mij wel gewoon een heel goede, zeker in ploegverband gezien. En in individueel verband gezien, was de tour van Koen de Kort? Ik denk mijn beste tour tot nu toe. Ik voelde me in ieder geval sterk. Volgens mij heb ik het ook goed gedaan. Ik ging in de bergen veel makkelijker mee dan andere jaren. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Zegt één overwinning dit jaar misschien meer over de breedte van deze ploeg dan vier overwinningen ja, die je de afgelopen jaren gewend was geraakt? Ja, ik denk dat je het inderdaad zo moet zien. We hebben, zoals ik al zei, ook in het klassement voor het eerst meegedaan. Op verschillende terreinen meegedaan. En ik denk juist inderdaad wat je zegt, dat het vooral aantoont dat we in de breedte sterker zijn geworden. We hebben nou niet de snelste sprinter bij ons, dus we hebben andere manieren moeten vinden om een etappe te winnen en om mee te doen. En volgens mij is dat heel goed gelukt.